Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV en we zijn met de trainingsgesprekken bezig. En dat doen we vanuit het prachtige Albufeira Portugal en dan zoeken we even een beetje schaduw, want ja, het is hier prachtig weer. En het ontbreekt daar niets, zullen we maar zeggen. En we hebben de eerste trainer in de reeks, of misschien de tweede als u dit ziet. En dat is Tom Lassen van Zuidland. Tom, welkom. Laten we eerst even over het trainingskamp beginnen. Waarom naar Portugal? Ja, we zijn vorig jaar naar Turkije geweest. Dat was de eerste keer dan in het buitenland. We zijn ook 5 keer achter elkaar naar Brabant geweest. Nou, dat vonden ze wel een keertje leuk, naar een of andere boerderij. En ja, de jongens wilden heel graag naar het buitenland. Nou, we hebben Turkije gedaan. En onze leider die regelt of ja, ik vind het goed of we naar Turkije gaan of naar Portugal of weet ik veel. Maar Portugal, moet ik wel gelijk doorgaan, bevalt wel ontzettend goed. Eigenlijk beter dan vorig jaar. Ja, wat is anders? Nou, ik vind de mensen zijn al, vind ik, wat aardiger, wat rustiger. Het is in het hotel, maar ja, het regelen is allemaal wat rustiger en ja, het is ook gewoon super geregeld. En wat doe je hier? Want je bent hier woensdag aangekomen, zondag weg? Ja, het is vijf volle dagen, dus het is best zwaar. Zeker, we zijn 's ochtends om 4 uur weggegaan, dus ja, even een douche pakken. Dus je gaat toch wel een beetje 3 uur, 2:30 uit bed. En dan is het wel een volle dag en dan nog even zwaar trainen. Dus echt wel een zware dag, maar oké, dat is even het lastigste. Maar daarna elke dag een keertje trainen, dus gaat en een beetje rusten. En wat doet het voor de groep? Ja, wel goed. Maar ik bedoel, bij ons is, ondanks dat de resultaten slecht zijn, is de groep echt fantastisch. Ik zit 7 jaar bij de club, maar het groepsgevoel is echt het beste van alle jaren. En dan helpt denk ik de rest ook nog als je alles eromheen kijkt. Want je had ook naar Nederland kunnen gaan. Ja, maar Nederland waren de jongens wel een keer klaar mee. Ja, dan zit je in een soort grote kinderboerderij. En in zaaltjes met z'n 7 slapen. Hartstikke leuk en je kan een keertje darten. Maar ja, het is toch... ja, ik heb ook een jonge groep. Dus ze vinden het allemaal mooi. Kijk, als je natuurlijk een groep hebt van 30 jaren. Ja, en mijn kindertjes. Die vinden het ook wel prettig om bij de vrouwen en de kinderen te zijn. Maar ja, deze groep, dus zo jong, ja, die hebben geen kinderen. Dus ja, die zijn wat wilder, die vinden het echt geweldig. Echt, het is een grote schoolreis, zeg maar. Ja. En de dagen zijn lang, kan ik u vertellen. Ja, kijk even terug naar het vorige seizoen en naar het begin van dit seizoen. Vorig seizoen dachten we eigenlijk met de winterstop, nou, wanneer ga je kampioen worden? Toen werd het toch nog spannend en uiteindelijk word je het. Ja, voor het seizoen hebben we, de eerste helft was echt geweldig. Staken we er met 2 koppen bovenuit. En ja, dan gaat iedereen al roepen, nou ja, je bent eind februari, begin maart ben je al kampioen. Ja, ik ben nooit zo schreeuwen van de daken, van we doen dat. En ik heb dat wel ook proberen te temperen met Wim Pronk, om elke keer te zeggen, blijf scherp. Maar er is toch iets ingeslopen en dat komt een toeschouwer zeggen wat, die zeggen wat, de tegenstander. Iedereen, ja, we speelden ook ontzettend goed en we staken er bovenuit. Ja, er is misschien toch een stukje gemakzucht opgetreden en we konden, zeg maar, we waren het kwijt, maar we konden het niet meer oppakken. Je bent wel eens wat kwijt en dan kan je het rechtzetten, maar we konden het gewoon niet rechtzetten. En toen moesten we echt heel hard werken en heel diep gaan om toch weer die punten te gaan pakken. En ik moet zeggen, de tegenstander verloor ook punten, dat was wel ons geluk. Dan is de ontlading groot, denk ik. Ja, ontlading is groot, maar ik moet ook zeggen, als je achteraf kijkt, was het ook verdiend. Verdiend kampioenschap. Dan ga je een nieuw seizoen in. Dan verandert er wat bij de club of is alles hetzelfde gebleven? Ja, nou ja, kijk, veel bij de club. We hebben natuurlijk een hele rustige club die echt stapje voor stapje. We hebben geen reuze stappen gemaakt, elke stapje voor stapje. Als je naar onze resultaten kijkt van 7 seizoenen, is het elke keer een stapje verder. En die doen echt gekke dingen. Zuidland doen echt gekke dingen. Het enige wat is, ja, met de bus. We gaan nu alle wedstrijden met de bus. En ja, dat is natuurlijk wel voor de jongens. Het is echt geweldig. Het is gewoon een feest. Ja, als je verliest is het wat minder. Maar het is gewoon een feest om in die bus te stappen met die mannen. En ja, het geeft gewoon een heel goed gevoel. Kijk, er is niemand die niet met die kent, die accordeert. Het is gewoon één groep. En het is echt heerlijk gewoon. Dan zie je de indeling. Dan zie je 1C. Dat is over het algemeen de wat zwakkere. Ja, en dan kijk je en dan, ja, dan zijn het alleen maar mooie wedstrijden misschien. Ja, kijk, ik kan nu natuurlijk wat meer zeggen, maar ik moet ook een beetje voorzichtig. Want dan zeggen ze, die Roze, die is niet helemaal goed wat hij allemaal vertelt. Maar ik vind de afdeling tegenvallen. Het voetbal is echt niet geweldig. En ja, wij staan laatste en we staan goed laatste. En dat is, ja, maar ik denk dat er gewoon 6 ploegen gewoon minder zijn dan ons. Maar ja, je moet ze alleen even netjes schoppen.
Ja, nou, op de weg hierheen, je hebt net tegen OVV voor de Algarve Cup gespeeld. En toen hadden we het er eigenlijk al over. In het begin van het seizoen ook, in de voorbereiding, vlogen ze om je oren, de goals. En daarna stokt het eigenlijk een beetje. Maak je je zorgen over het rendement? Ja, dat breekt, het gaat wel om het rendement. Ik bedoel, kijk, we hebben net OVV op één kans gehad. En wij hebben de 5. Nou ja, gelukkig maken we die 6, dan maken we zeg maar in de laatste minuut maken we hem. Anders wordt het gewoon weer 0-0. En dat hebben wij elke wedstrijd. Ik heb wel eens tegen de jongens gezegd, we lachen er wel eens om. Toen we de 4e klas speelden, zei ik, joh, als je 7-8 kansen krijgt, daar ga je 3e klas, word je kampioen, 3e klas. Dan krijg je er misschien maar 3. Nee, toen kregen we er ook 6 of 7. En promoveerde naar de 2e klas, kregen we ook een stuk of 6 of 7. En dan zitten we 1e klas. En dan krijgen we ook tegen Spijkenissen gewoon 4 hele goede uitgespeelde kansen. De kansen, we hebben echt een ploeg die tegen iedereen kansen kan creëren. Alleen, ja, ik hou het op pech, maar ik heb wel eens dat ik dan twijfel of het ook kwaliteit is. Maar ja, dat wil ik toch zo lang mogelijk voor me houden, zeg maar. Dan blikken we even terug op, je hebt ze nu allemaal gehad. Dan is de conclusie dat je laatst staat, dat heb je zelf al aangegeven. Maak je je dan zorgen? Ja, tuurlijk maak ik me zorgen. Je moet wel een beetje realistisch blijven. Kijk, we hebben natuurlijk geen ploeg, of tenminste zo stond ik erin, die structureel eerste klas gaat spelen. Er zijn de mogelijkheden niet voor. Maar we hebben wel een ploeg die nog steeds 23, 24, een keer eentje van 25 bij. Een hele jonge ploeg. Als je die bij elkaar kan houden, kan je dat je echt 4, 5 jaar eerste klas kan spelen. Dan moet je ze wel bij elkaar houden. Maar als je dat kan, kan je echt met deze ploeg, met deze kwaliteit, kan je 4, 5 jaar in de eerste klas spelen. Alleen, het eerste jaar maken we het niet waar qua punten. Maar voetballend hebben we het echt heel goed gedaan. Ik zit 7 jaar bij deze club. Dit is echt het beste jaar qua voetbal van Zuidland. We spelen echt prima. We hebben echt wedstrijden gehad waar we 2 klassen beter dan tegenstander. Maar ja, daar gaat het niet om. Als je dan in de 94e minuut toch met 3-2 verliest. Als je tegen Zaamslag, die onder ons stond toen, in minuut 29 gingen voor de 3e keer alleen op de keeper. Ja, dan kan je 2 of 3-0 gaan rust. En dan wordt het misschien wel 5-6-0. Want dan moeten ze, dat is echt een counterploeg, dan moeten ze komen. Maar ja, het is niet zo. In de 41e minuut komen we 1-0 achter. En dan is een ploeg die blijft hangen en dan ga je eraan. Maar je moet ze gewoon, je moet het afmaken. Je moet veel agressiever zijn voor die goal. En dat ontbreekt. En dat is echt het enige manco. Dan win je eigenlijk de wedstrijd die niemand verwacht die je wint, SO. Ja. En je wint er volgens mij nog één. Dat was de enige, hè? Ja. Dan heb je dus de komende tweede helft wel wat te doen. Nou, je gaf zelf al aan van het rendement moet omhoog. Ga je dat nu bereiken? Ja, ik weet natuurlijk of ze erin gaan schieten. Dat weet ik niet. Maar ja, weet je, we hebben het in de voorbereiding gedaan. Dus ook tegen eerste klasses. Waarvoor zouden we dat niet om kunnen slaan? Ik denk als een speler ineens 2 balletjes erin schiet. Ja, dan kan dat zomaar, die knop kan er zomaar omgaan. En daar zitten we op de hoop. Je scoorde in de laatste minuut inderdaad de winnende. Dan zie je de saamhorigheid in de groep. Ja, ja. Ook na zo'n eerste seizoenshelft. Ja, maar het is moeilijk te begrijpen, denk ik, voor buitenstaanders. Wij als begeleiding zitten echt te genieten van deze groep. Als we jongens achter in de bus zitten en we gaan naar een reis toe, naar een club toe, of na de wedstrijd, of we zitten hier op een trainingskamp. Het is echt, echt geweldig hoe die jongens met elkaar omgaan. Dat is het beste in die 7 jaar. En ik noem wat, we hebben trainingen. Vorig jaar hadden we echt wel, misschien wel 10 trainingen die door de grens heen zakten. Zeggen, nou, dit was echt een klote training of een slechte training. Nee, nu komt het gewoon niet voor. We hebben wel een iets mindere training, maar de trainingen zijn echt op een heel goed niveau. En dat voel je. Iedereen gaat er gewoon voor. En ja, klinkt heel raar. Iedereen is ervan overtuigd dat wij niet degraderen. En de kans is wel groot en die is aanwezig. Ik ben echt niet, zo simpel dat ik dingen vergeet. Maar het is... Het gevoel is in die groep. Ze hebben alle tegenstanders gezien. Ze hebben het niveau van alle tegenstanders gezien. Iedereen voelt dat het kan. Iedereen weet dat wij gewoon beter zijn als een aantal ploegen. Alleen je moet het wel omzetten. Kijk, je kan het wel zeggen, maar je hebt er zo weinig aan. Dat valt me op, hè. Je zegt zelf al, ik ben 7 jaar bij de club. Ja. Dan kondig je je afscheid aan. Een beetje noodgedwongen. Er wordt aangegeven dat je weggaat.
Dan heeft iedereen de kleren erin. Is dat ook de kracht? Nou, dat verbaast me. Kijk, wat wij altijd gebruiken, zeg maar, uitstapjes op trainingskampen. Altijd, zo halfwege het seizoen, gaan we altijd met jongens praten. En ja, dan ga je praten ook over wat ze gedaan hebben. Wat verwacht je in de tweede helft van de competitie? Hoe ik erin sta bij een speler. Wat ik van hem vind. Waar hij zich op moet verder moet ontwikkelen. Maar je praat ook van, wat ben je van plan volgend jaar? En dan zit je te praten met die jongens. En dan hoe enthousiast ze zijn. En ze eindigen eigenlijk, 9 van de 10, eindigen gewoon van trainen. Ja, maar wat gaat er nou met u gebeuren? Blijf je nou of blijf je nou niet? Weet je wel? En dat doet me als mens. Nou, dat doet denk ik bij iedereen. Dat doet me als mens, doet dat, me dat wel goed. Maar ja, ik moet eerst nog met het bestuur praten. Ja, want volgens mij ben je er ook nog niet klaar mee. Nee, natuurlijk ben ik niet klaar. Ik had graag de 10 jaar volgemaakt. En eigenlijk heb ik nog een contract voor een jaar. Nee, want ik teken nooit voor een jaar. Ik wil altijd langer bij de club blijven. Dus ik had eigenlijk een 3 jaar contract weer getekend. Dus dit loopt volgend jaar door. Maar ja, weet je, als ik niet bevoegd ben om te mogen trainen, ja, is niet bevoegd. Ja, als je voor een rood stoplicht staat, moet je toch stoppen. Ja, als die op rood springt. En ik niet bevoegd ben, dan mag ik niet trainen. Dus dan moet je ook gewoon eerlijk zijn. Maar ja, we gaan kijken hoe we dat misschien kunnen oplossen. Ja, en wij gaan het volgen, want ik moet zeggen, wij hebben gedurende deze paar dagen een hele mooie groep meegemaakt. Nou, daar ga jij al een aantal jaar mee om. En ik weet zeker dat ze het in ieder geval voor jou dan al willen doen. Ook al is dat dan misschien de reden dat je dan weg moet. Hè? Een beetje je eigen succes killen, hoe zeggen ze dat? Nou ja, goed, je weet wat we bedoelen. Wilt u weten hoe Zuid-Holland het doet? In 1C zitten zij op zaterdag. En daar staan zij nu nog onderaan. Maar ik beloof u, en dat beloven hebben gisteravond in ieder geval 22 tot 25 spelers aan mij ook beloofd, dat zij er alles aan zullen doen om in ieder geval voor hun trainer ervoor te zorgen dat hij, als hij afscheid neemt, in ieder geval dat niet doet met een degradatie. Dus blijft u vooral kijken.